Hallo kijkers, van harte Frodo en welkom bij deze gloednieuwe video. Soms heb je films waar iedereen het over heeft en waar je dan ook enthousiast van wordt en wat dan ook gewoon echt een super goede film is. Films zoals Barbie en Oppenheimer. Soms heb je ook films waar over niemand het eigenlijk heeft, die toch bizar goed zijn. Films zoals Ant-Man and the Wasp Quantumania of To Catch a Killer. En soms heb je ook films waar niemand het over heeft, die ook gewoon heel slecht zijn. Zoals net als in de film of Stars at Noon. Maar deze laatste categorie, daar gaan we het vandaag over hebben. Dat zijn films waar iedereen het over heeft, maar die gewoon best wel teleurstellen. Zoals Killers of the Flower Moon en Napoleon. Welkom bij mijn recensie van deze twee films. Killers of the Flower Moon is een film gedirigeerd door Martin Scorsese, een van de bekendste filmmakers van deze en vorige eeuw, met in de hoofdrollen Robert De Niro en Leonardo DiCaprio. Dus best wel een bizar goede cast, maar de film greep me niet helemaal. En ik ga uitleggen waarom. Als eerste de lengte. Killers of the Flower Moon duurde 3,5 uur. En dat is gewoon best wel heel lang om je aandacht ergens bij te houden. Het was een vrij down-to-earth verhaal met relatief weinig actie ook. Wat het voor iemand zoals ik die altijd naar die Hollywood films gaat nog lastiger maakt om mijn aandacht erbij te houden. En een hoop van de film runtime gaat op aan zulke ongemakkelijke romantische scènes zoals dit. You know, you got nice color skin. What color would you say that is? En de film zit vol met awkward dialoog. Zoals dit. Money flows freely here now. I do love that money, sir. En dan heb je af en toe in de 3,5 uur runtime een beetje actie, zoals dit. Maar een groot hoogtepunt was de terugkeer van Jesse Plemons, die ik natuurlijk ken van Breaking Bad, waar hij Todd speelt. Ik vond het heel leuk om hem te zien. I was sent down from Washington, D.C. to see about these murders. Killers of the Flower Moon is een modelvoorbeeld van hoe een leuke film niet altijd een goede film is en hoe een goede film niet altijd een leuke film is. Natuurlijk was dit een super goede film, het zat goed in elkaar, maar het was niet leuk om te kijken. En ik heb altijd leuke films nodig, want ik ga niet naar een film omdat ik iets wil zien waarvan ik denk misschien vind ik dit niet leuk. Ik wil gewoon iets zien waar ik om kan lachen of wat mijn interesse heeft of iets in die richting. En dat had ik niet met deze film. Niks ten nadele van de film. De film zit goed in elkaar, maar het is gewoon niet iets voor mij. Dus dan zie ik je kijken als je op zoek bent naar iets van actie. Vind jij Napoleon dan een leuke film? Nee. En ik ga nu uitleggen waarom. Ik had een afspraak gemaakt met iemand van mijn kring van Ichtes om naar de bioscoop te gaan. Maar we hadden nog geen film uitgekozen. En toen kwam het steeds dichterbij. En toen zag ik dat Napoleon uitkwam. En ik dacht, ah, daar wil ik echt heen. Ik ken Joaquin Phoenix nog van zijn debuut in Gladiator. En ik wil heel graag nog de film Joker zien met ook Joaquin Phoenix. En ik dacht gewoon, oh wauw, hij speelt de hoofdrol. Hij speelt Napoleon in een Napoleon film. Het Rijk van Napoleon was een van mijn expertises tijdens geschiedenis op de middelbare school. Ik wist er een hoop over. De slag bij Waterloo in 1815. De dood van Napoleon in 1821 op Sint Helena. Ik ken het verhaal. En daarom was ik super hyped voor deze film. Wat de film het allerbest deed was actiescènes. Het opbouwen van spanning en dan opeens bam, actie erin. Dat zie je ook terug in zo'n deel van de trailer. What would you do if this assignment of defense was transferred to you? Bijna iedere actiescène van de film is fenomenaal, spannend, goed gemaakt, geloofwaardig. Echt niks te nadelen van die scènes. Als het alleen maar daaruit zou bestaan, zou je mij instant binnen hebben met deze film. Maar dan verandert de film opeens van toon. What is this costume you have on? This is my uniform. De film begint met romantische scènes zoals dit. Een soort romantische tint te krijgen die mij niet echt beviel. Je hebt twee soorten romantische films. Je hebt romantische comedies, zoals No Hard Feelings. En je hebt romantische drama's, zoals Stars at Noon. Dit was allebei niet. Dit was gewoon niet echt romantisch of zo, maar het viel wel een chunk van de film. En dan besluit de film gewoon heel erg te focussen op meer die romantiek tussen Josephine en Napoleon. En dan verliest het een beetje mijn aandacht, merkte ik heel erg. What is your name? Napoleon. En natuurlijk pakt hij het goed weer op met scènes zoals hoe hij de troon pakt. Holding on.
Shall we vote? Scènes zoals de slag bij Waterloo. Those in power will only see me as their sword. Maar waar de film adverteerde met de slogan Witness the Rise of the Emperor, was in de, als je in de film op zoek gaat naar de rise and fall van Napoleon, was echt de eerste 5 minuten was rise en de rest was gewoon fall. En dat vond ik erg jammer. Dan nog wel even een extreem hoogtepunt van de film was deze scène. Your Majesty, we are discovered. Good. Maar bovenal werd ik ook niet door deze film heel erg gegrepen, wat ook misschien kwam doordat ik er met hoge verwachtingen in ging. En dan ga ik jullie straks de top 10 laten zien van de films, de afgelopen 10 films die ik heb gezien in de bioscoop. Daarom gaan de laatste 2 films die ik gezien heb uit de top 10. En dat zijn in dit geval Astolfo en Happy Single. En in plaats daarvan komen Napoleon en Killers of the Flower Moon in die top 10. En dan gaan we daar meteen naar kijken. Op 10 staat nog steeds net als in de film. Oké, nou, bedankt. Op 9 staat Five Nights at Freddy's. I was just calling to see if that job that you offered was still available. Yes. Op 8 staat The Expendables 4. To choose this life over friends. Over family. Op 7 staat de film van deze week Killers of the Flower Moon. Money flows freely here now. I do love that money, sir. Op 6 staat ook de film van deze week Napoleon. As the course of my life has changed, Napoleon. Op 5 staat One True Loves. Hello. Sweetheart, it's Jesse. I'm alive. Op 4 staat The Killer. This is what it takes. Op 3 staat The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry. Who do we know in Berwick-upon-Tweed? We don't. En op 2 staat de film van vorige week, The Marvels. Captain Marvel, the Annihilator. You took everything from me. En op 1 staat nog steeds The Creator. Whoever has that kid wins the war. En dan zou ik jullie als klein extraatje ook graag nog de top 10 willen laten zien van de afgelopen 10 films die ik zelf thuis heb gekeken. En die komt nu. Op 10 staat de 100-jarige man die uit het raam klom en verdween. No more wars after this invention of yours. Op 9 staat The Big Short. I'm sure the world's banks have more incentives than greed. You're wrong. Op 8 staat Die Hard. You can walk out of here or be carried out, but have no illusions, we are in charge. Op 7 staat Gifted. Frank says I'm not supposed to correct older people. Nobody likes a smart ass. Op 6 staat Love Guaranteed, een film die ik keek met mijn kring. Gewoon een grappige film over een advocaat die een datingsite aanklaagt. Echt wel gewoon humor, maar niet een goede film. I've been on 986 dates and not one of them has provided me love. Op 5 staat The Lost City uit 2022. I enjoyed your book about the lost city and I believe you're the one who can help me find its treasure. Op 4 staat de film The Firm met Tom Cruise. Die was leuk, het is geïnspireerd op het boek Advocaat van de Duivel. En het boek was echt 10 keer beter, maar omdat ik het boek zo leuk vond, heb ik ook heel erg genoten van de film. Why are you asking questions about dead lawyers? What dead lawyers? Op 3 staat Rebel Moon Part 1, A Child of Fire. What do you think they want? Op 2 staat The Dark Knight Rises. When Gotham is ashes, you have my permission to die. En op 1 staat nog steeds The Dark Knight. You either die a hero, or you live long enough to see yourself become the villain. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video dat jullie je vrijdagmiddag hebben doorgebracht met mij. Dat is een grote eer. Volgende week gaan we het hebben over The Hunger Games prequel. En dan zie ik jullie hopelijk dan weer. Geniet lekker van je weekend en tot snel, tot later.